Welkom bij Dordtse Koppen. Ik ben Katinka van Haren en ik ben opgegroeid in Amsterdam. Maar inmiddels woon ik alweer 25 jaar in Dordrecht hoor. Ik ben in Amsterdam, heb ik uiteindelijk eerst middelbare beroepsopleiding gedaan. En dat was activiteitenbegeleiding, een heel creatief beroep. En daarna ben ik de modeacademie gaan doen. Ik ben niet verder in de mode gegaan, maar ik heb daar wel als afstudeerrichting dessins ontwerpen gedaan. Patronen voor stoffen. Mijn atelier. Mijn atelier bestaat eigenlijk op het moment vooral uit behangsels, uit kunstbehangsels. Maar ik heb wel een hele weg gegaan. Voorheen schilderde ik echt kleurrijke schilderijen. Ik heb ook, ik heb ook nog geaquarelleerd daarvoor. Toen heb ik met gouache gewerkt. Ik heb ook nog grote collages gemaakt met gevonden voorwerpen. Ook heel interessant. Dingen die ik vond gewoon op straat of wat ik thuis nog had liggen. En, nou, daar heb ik ook mee gewerkt. En daarna ben ik met het project van Kees Bulling, de Gorgelrijmen en Gorgelwezens, het boek. Dat kennen een heleboel mensen wel. Dat heb ik gemaakt, dat heb ik geïllustreerd. Maar dat heb ik niet gemaakt met collages. Ik ben toen opeens een hele andere richting eigenlijk uitgegaan. Ik wilde heel graag de verfijning. Die heb ik, daar had ik heel erg veel behoefte aan. Minder grof te werken. En toen ben ik gestuurd eerst op grafietpotloden. En toen dacht ik, dat is wel heel zwart-wit. Dat ben ik eigenlijk niet. En ik hou toch heel erg van kleur. En toen ben ik gaan zoeken naar een materiaalkeuze. En dat werd de gekleurde inkten. En ben ik met een kroontjespen zelfs gaan werken. Gekleurde potloden. En nou, daar was ik heel erg blij mee. En zo zijn de Gorgelwezens van Kees Bulling, van de Gorgelrijmen, zijn zo ontstaan eigenlijk. Ik heb het eigenlijk allemaal alleen ontworpen. Ik ga dan hier echt werken, alleen. En ik ben heel geconcentreerd bezig. Heel vaak is mijn atelier ook gewoon dicht, terwijl ik hier wel ben. Maar dan wil ik gewoon echt kunnen werken. Omdat het concentratie vraagt. Ik werk heel precies en heel nauwkeurig. En de Gorgelrijmen, ja, die inspireerden mij enorm destijds. En die wezens zijn ook heel kleurrijk en een beetje vreemdend en gek. En ik mag wel zeggen, de prachtig kleurgebruik. En dat was ook een ding voor mezelf, dat ik nog meer ging letten op het kleurgebruik. En daar heb ik veel van geleerd. Om eigenlijk nu weer verder te gaan met wat ik nu doe. Dat is ook inderdaad wel heel erg leuk. Zij wisten dat ik inmiddels met motieven bezig ben, met dessins, patronen. En mijn inspiratiebron is Museumhuis van Gein in Dordrecht. Daar ben ik eigenlijk al een aantal jaren mee bezig. En zij wisten vanuit de gemeente dat ik daarmee bezig was. Dat was toch wel een groot project. Ongemerkt, terwijl ik op dat moment dat helemaal niet door had. Ik denk, nou, dan gaan we een patroon maken. Maar een patroon is natuurlijk wel even heel wat anders dan deze kleurenpatronen die je hier ziet, hè? Deze dessins. Want ik mocht maar twee kleuren gebruiken. Het waren klinkers en ik mocht niet zomaar ronde vormen. En ik mocht alleen maar recht en met die klinkers werken. En dat was wel spannend. Dat was wel, nou, kan ik dat? Het laatste ontwerp wat ik heb ingeleverd, het waren er eigenlijk drie. Nou, daar was anoniem iedereen heel erg enthousiast over. Daar was ik ontzettend blij mee. En ik ben nu ook echt wel heel erg trots eigenlijk dat dat daar nou ligt. Ik wist niet dat het zo'n impact had. We zijn vandaag in Café De Tijd, wederom met Gert-Jan Kleinpaste en bij ons aan de bar Dirk Pols. En we gaan het hebben over de vastgoeddeal op het Groothoofd, waar nog vrij veel onduidelijkheid over is. Dirk, kan je jezelf even introduceren misschien? Ik ben Dirk Pols, ik ben gemeenteraadslid hier in Dordt en ik geef leiding als fractievoorzitter aan de VVD-fractie. Okay. Nou, leuk dat je erbij bent. Ja. Welkom.
We noemen het even vastgoeddeal op de grote. Wat is er nou eigenlijk precies gebeurd en waarom is het zo interessant? Nou ja, het lijkt mij interessant omdat het op een onderhandse deal lijkt. Maar misschien dat de VVD eerst kan vertellen hoe het precies in elkaar zit. Nou, het was voor mij ook een verrassing toen ik het hoorde wat er gebeurde. Onze voorgangers hebben op een gegeven ogenblik, hadden wij in Dordt een eigen woningbouwvereniging. En die hebben we ze op een gegeven ogenblik opgegeven. En dat is in een grotere woningbouwvereniging opgegaan. En daar zijn de gebouwen aan verkocht. Maar daar hebben ze een kettingbeding bij gemaakt. Als ze een gebouw willen verkopen op het Groot Hoofd, dan is de gemeente de eerste koper. En daar gaat de discussie nou over. Ja, maar dat begrijp ik nog wel. Maar het is een transactie waarbij op één dag, bij wijze van spreken, wordt de gemeente koopt het van Woonbron. Ja. Omdat ze dat eerste recht hebben. Ze verkopen het onmiddellijk door aan een projectontwikkelaar Dudok. Ik zou bijna zeggen, als je dat als particulier doet, wordt de notaris verplicht gesteld om een dubieuze transactie te melden. Nou, het is een ABC-transactie, heb je gelijk in. Maar dat gebeurt wel meer in de wereld van het vastgoed. En hij zou dat kunnen melden. Ja. Nou, en je ziet ook, en dat is het voordeel. En daar hebben we onze oude bestuurders, mogen we daar dankbaar voor zijn. De gemeente houdt er ook nogal wel wat aan over. Ja, en nou, dat hoewel mijn stellige indruk is dat ze er meer aan zouden kunnen overhouden, omdat die panden volgens mij meer waard zijn dan dat miljoen. Maar wat mij echt verbaasd heeft, is dat Woonbron in haar communicatie de suggestie wekt van, ja, wij werden eigenlijk door de gemeente min of meer aan tafel gevraagd. De gemeente zegt, nee, we werden door Woonbron aan tafel gevraagd. En er gebeurt een onderhandse deal waar de bewoners en de horeca-uitbaatster van het Groothoofd het nakijken hebben. Ja, nou, daar heb je een punt over. Ik heb er ook nog niet echt een definitief standpunt over. Het college heeft een standpunt over genomen. Ik ga ervan uit dat de verhuurders zeker zullen inspreken nog als het in de commissie komt. En daarna zullen wij een standpunt bepalen. Je kan ook nog stellen met elkaar natuurlijk. Zo'n uniek stukje, het mooiste stukje van Dordt, moet daar dan niet de hoogste prijs voor betaald worden. En hebben we dat nu ook. Ja. Want het is nu een beleggingsproject geworden. Ja, want nou, als je naar de taxatie kijkt ook, dan zeg ik, nou, het is een beleggingsproject geworden. Want die nieuwe eigenaar gaat er ook niks mee aan doen. Het verandert alleen van de eigenaar. Ja, maar dat vond ik wel een merkwaardige, omdat een van de stukjes in de communicatie die ik gelezen heb, was dat de gemeente juist wilde revitaliseren daar. Dat Groothoofd toch een iets boeiender en bruisender stukje van Dordrecht wordt. Het is de mooiste plek van Dordt, wat mij betreft. En dat alleen beleggingsobject maken lijkt mij heel merkwaardig. En wat me ook verbaasd heeft, is dat in het collegevoorstel er eigenlijk staat, ach, gemeenteraad, stel geen vragen, heb geen bedenkingen, even een hamer klappen. Maar dat zijn altijd die stukken zo. Wij hebben daar natuurlijk discussie met elkaar over. En zeker over dit stukje Dordrecht zullen we discussie voeren. Dus het college heeft het liefste natuurlijk een hamerklap. Maar dat zal niet gebeuren. Hier zal een uitgebreide discussie over komen. Want ik hoor ook andere partijen een beetje grommel op het ogenblik. Ik hoorde de SP al een beetje morren. Ik heb ook in Dordt Centraal zo'n wijkblad gelezen dat in ieder geval de uitbaatster van de horeca behoorlijk op haar tenen getrapt is. Want die zei, ik heb het ook proberen te kopen. Nou ja, daar ben ik helemaal met u eens. Daar moet duidelijkheid over komen. Maar ik vind niet dat we die panden allemaal moeten gaan uitponden. Ik vind wel dat je over dat stukje Dordt één eigenaar moet hebben straks. Die in één keer alles aanpakt ook. Als we het gaan renoveren zoals u vertelt. Ja, ja maar ik weet natuurlijk niet hoe de details in elkaar zitten. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat je de horeca loskoppelt van van de woningen. Dat je die woningen probeert te verkopen desnoods aan de huidige huurders. En dat er een vereniging van eigenaren is die voor het eenduidig aanzicht blijft zorgen. Dat is ook een mogelijkheid die u noemt natuurlijk. Maar dat geeft altijd een heleboel gedoe onderling natuurlijk, hè? Want je moet allemaal wat bijdragen en zo. Je moet dat allemaal heel goed regelen. Een vereniging van eigenaren komt duizenden keren voor in ons land. En dat werkt over het algemeen uitstekend. Nou, iedereen heeft dan inspraak. Dus de besluitvorming is redelijk moeilijk. Ik ben ook lid van zo'n vereniging. Ik moet toegeven, besluitvorming vraagt nogal wat tijd. Maar het is een mogelijkheid. En zeker, nou, ik ga ervan uit dat die mevrouw met bewijzen komt dat ze er ook aan mee wilde doen. Mm-hmm. En dat ze het wilde kopen.
Ja, nee, want ik had dus inderdaad gehoopt dat de transactie zou leiden tot een iets dynamischer een Groothoofd. Nou is de vraag als je het aan de huidige uitbaatster verkoopt of je dat bereikt. Hè? Maar er mag daar best wel wat gebeuren op dat plekje. Het is de mooiste horecaplek van Dordrecht. Hè? Nee, dus een andere hele mooie horecaplek zit aan de Visbrug. Ja. Dat is vreselijk, want die is elke avond om 7 uur dicht. Dat wil ik dus de mooiste horeca is eigenlijk het minst toegankelijk hier in deze stad. Nee, dat ben ik met u eens. En dan loopt daar nog een ander probleem natuurlijk. Ze hebben daar zo'n mooie serre gebouwd. Hè? En daar wordt op het ogenblik ook op een gegeven moment regelgeving is. Maar dat is niet binnen de regelgeving gebouwd. Dus daar is ook nog een probleem. De serre van Jongepier. Van Jongepier. Ja. Daar loopt nog een hele discussie over. Maar ik ben het met u eens. Het is het mooiste plekje van de stad. Dat zou ik u nu dat zou ik niet ontkennen. Ik vind wel op een gegeven moment dat er één eigenaar moet zijn eigenlijk. Daar verschil ik toch enige verschil van mening met u. Ik denk één eigenaar is beter en die kan het dan, ja, ook kapitaalkrachtige eigenaar, kan dan daar nog een heleboel dingen bereiken natuurlijk. Ja, maar dan zou het geen beleggingsobject moeten zijn, maar dan zou je de eigenaar ook moeten hebben die dan echt wat met dat gebied, met de ontwikkeling van het Groothof zou willen. Nou, maar dan ben ik... Dat vind ik ook. Dat moet in de commissie ook aan de orde komen. Wat wil die nieuwe eigenaar nou precies met de omgeving? Want als ik de persberichten lees, wil hij helemaal niks. Is het een beleggingsobject voor hem? Dus hij moet wel aangeven wat hij ermee wil doen. En ik vind eigenlijk de horeca die er zit best gezellig. Ja. Ik zit er met heel veel plezier altijd in de zon. En, nou ja, ik zal u bekennen, ik zit er, als het lekker weer is en je buiten kunt zitten, dan zit ik daar heel erg graag. Ja. Ik kan mijn Jongepier nog niet voorstellen zonder die serre, want dan kan er geen mens zitten. Nee, dan is Jongepier dood. Maar die terrassen zijn natuurlijk hartstikke leuk. Dus, nou, hoewel het mij wel opvalt dat ook dat nog wel weer wat levendiger kan. Want buiten de cafés die nu ter discussie staan, heb je natuurlijk ook nog dat Floren Hart en je hebt terras achter Bellevue. En met name dat stuk tussen Bellevue en het Groothoofd en Jongepier, daar gebeurt eigenlijk ook niks. Nou, ja. Dat zou ook nog een goede invulling nodig hebben. Dus daar zijn we het eigenlijk met elkaar over eens. Jongens, een belegger met geld, hè, en die daar wat wil met een goed plan, zou best goed zijn voor die omgeving. Ja, maar die andere panden, zijn die dan ook van de gemeente? Weet u dat? Nee, dat weet ik niet. Okay. Er zijn 5 panden van de gemeente, wat ik gelezen heb. Nou, het zijn er redelijk wat, hoor, naast elkaar. Ja. Dus 3/4 laten we zeggen, het is geen gemeente-eigendom. Die worden nu verkocht. Ja. Dus, maar als beleggingsobject heeft Dudok in ieder geval een koopje om straks met weer winst te kunnen verkopen. Ja, daar ligt een taxatierapport onder, hè? Daar was ook wat over te doen, las ik in de krant. Ja, ik lees ook dingen. ik ga ervan uit, het is een beëdigd makelaar door de rechtbank, dat hij dan toch volgens de normen het heeft geleverd en zijn rapport opgesteld heeft. Ja. Hey, maar goed, even terug op dat recht van eerste koop. Ik snap dat de gemeente dat bedongen heeft. Ik snap ook dat ze het gebruiken, zou ik ook doen, geloof ik. Maar waarom hebben ze dan vervolgens niet gewoon bij een beëdigd makelaar te koop aangeboden en kijken wie er het hoogst gaat bieden? Ik ben met u eens, daar wil ik duidelijkheid ook over hebben. Dat zou een goede mogelijkheid zijn. Ik heb nu het idee dat ambtenaren dachten, dat is een mooie deal. De gemeente heeft nogal wat ongelukjes met onroerend goed. Hier verdienen we nou aan. Ja. Nou, en daarom is het denk ik zo gelopen. Ja. En daar gaan we de discussie de komende tijd over aan. Ja. Nee, dat ze eraan verdienen is natuurlijk prachtig. Ja, de helft maar. Hè. Daar is geen ongelukje gemaakt. Deze keer niet. Maar qua publiciteit en communicatie is het natuurlijk wel ongelukkig. Ze hadden dan beter moeten communiceren. Ze hadden ook moeten zorgen dat er een taxatierapport lag van de gemeente en niet van de koper. Want dat staat gewoon, je kan het zo lezen, er staat de naam van de koper boven. Dus ik vind gewoon dat daar eens even goed naar gekeken moet worden. Ja. Ik ben, dat vind ik een hele leuke vraag trouwens. Ik ben heel erg trots op het boek wat ik tot stand heb gebracht, De Gorgelrijmen en de Gorgelwezens. Voor mij is dat wel alweer even geleden, maar ik merk nog steeds, het is nog steeds populair. Mensen vinden het heel bijzonder wat ik heb gemaakt. En zelf schrik ik ook wel eens. Dan kijk ik dat boek weer in en denk ik, heb ik dat gemaakt? Ja, dat heb ik gemaakt. Dat ik dat toen heb bedacht. En het blijkt ook wel, als ik tijd voor iets neem, kan het ook iets moois worden. Nu ben ik ook apetrots met hetgeen waar ik nu mee bezig ben. De patronen, geïnspireerd op Museumhuis van Gein.
Ze waren gewoon plat, het waren gewoon tekeningen, mooie patronen. Maar nu ben ik bezig om ze van de muur af te halen. Eigenlijk zijn het bijna 3D-behangsels. En ik ben ook al bezig met kamertjes, om kamers te maken met deze patronen. Misschien wel tafels, stoelen, mooie borden die aan de wand kunnen van papier. Dus alles is nu opeens van papier. Voor mij is de ontwikkeling heel interessant, van het platte vlak naar het 3D-verhaal. Weer een hele leuke vraag. Ik zeg altijd, de enige weg is, je moet doorgaan. En je moet ook een beetje vertrouwen in jezelf hebben, ook al gaan sommige dingen niet door. Elke keer moet je jezelf weer op, want het is best moeilijk, vind ik, als kunstenaar. Je staat er toch helemaal alleen voor. Je bepaalt elke keer zelf, zijn de kleuren goed? Is het genoeg? Ben ik tevreden erover? Is dit wat het is? En natuurlijk heb je dieptepunten. Natuurlijk ben je onzeker. Ik ben vaak heel onzeker, echt waar. Maar doorgaan en de onderlaag in jezelf naar boven zien te krijgen. Ja, doorgaan en heel erg tevreden daarna zijn. En iets is pas klaar als je zelf de 100% hebt gegeven. En niks afraffelen, dat telt niet. Als ik het goed begrijp, heeft de koper de panden getaxeerd en niet de gemeente? Nee, nou dat staat in het. Het is een openbaar rapport. Je kan het zo lezen. Ik heb het vanmorgen nog even zitten lezen. Ja. Nou, daar staat gewoon de naam op van Dudok dat ze het daarvoor gedaan hebben. Nou, en de gemeente kijkt daar nu verder naar en daar komt naar de raad nog een brief over. Ja, hoe kan het dan dat die panden worden gekocht voor bijna 6 ton? En ze niet heel veel later voor de miljoen doorverkocht worden. Nou, op dezelfde dag, hè? Het wordt meteen doorgeschoven. Ja. Okay. Nou ja, het is eigenlijk alleen maar het recht van eerste koop doen en meteen doorschuiven. Maar dat lijkt voor mij inderdaad op een onderhandse deal. Ja. Waarvan ik net al zei, van als je dat als particulier doet, dan wordt de notaris geacht te melden, hey, is hier wat aan de hand? De gemeente doet dit ook op die manier. Ik zou een open verkoop waarop iedereen had kunnen reageren veel verstandiger hebben gevonden. Ja, maar dat akkoord, dat is het slot. Maar laten we zeggen, die ABC-deal, die had je altijd gehad. Ja, nee. Want anders betaal je 2 keer overdrachtsbelasting. Ja. Notariskosten, dus nou, daar heeft ook niemand zin in. Dus laten we zeggen, de overheid doet het ook zo. Ik heb bij de overheid gewerkt, wij deden dat ook zo met die ABC-dealtjes. Ik heb nooit gehoord dat het niet malafide was. Dat is gewoon de discussie. Aan het slot kan je zeggen gewoon, krijgen we de maximale prijs. Heeft een van de betrokken partijen al gereageerd op deze situatie? Ik weet alleen dat de horeca-uitbaatster heeft gereageerd. Ja. Omdat ze niet gelukkig is met de procedure en de gang van zaken. Ik heb begrepen dat de bewoners ook lopen te morren. Dus ik ben benieuwd ook naar hun inspraak dan in die commissievergadering die kennelijk gaat komen. Want ook voor bewoners lijkt mij ongewis als een complex een beleggingsobject wordt. Het is, als ik het goed begrepen heb, maar u corrigeert me vast als ik dat niet goed heb. Het is nu sociale woningbouw. En de kans is natuurlijk heel groot dat dat over een tijdje niet meer is. En dat het een heel andere huurprijs gaat opbrengen. Of wellicht wel wordt losgekoppeld van die horeca en per stuk verkocht gaat worden. Ik bedoel, ook daar is geen zekerheid over natuurlijk. Nee, maar woningbouwvereniging is niet de bedoeling meer tegenwoordig dat ze zulk vastgoed in bezit hebben. En die moeten het ook eigenlijk allemaal verkopen natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Want de woningbouwvereniging is eigenlijk voor sociale woningbouw. Ja, maar dit was volgens mij ook sociale huur. Dat weet ik niet zeker. Laten we zeggen, een café verhuren of uit laten baten door een uitbater. Ik vind niet dat bij een woningbouwcoöperatie thuis hoort. Die moeten sociale woningen bouwen. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar daarom was ik ook zo verbaasd dat Woonbron met name zei van, wij kunnen die woningen niet loskoppelen van die horecagelegenheden. Waarom niet? Ja. Dat is natuurlijk gewoon wat u net zegt. Met de Vereniging van Eigenaren kan dat natuurlijk. Dat zie je overal in de stad gebeuren in het verleden. Ja. Al die woningen werden uitgepompt. Ja, zou ik liever niet willen. Maar de brief, toevallig heb ik die brief gelezen. De brief van Woonbron aan de bewoners was. We hebben getracht om het los te koppelen. Maar dat was juridisch onhaalbaar.
Ja, dat vond ik een merkwaardige zet. Die discussie zullen we dan nog eens voeren. Dat begrijp ik ook niet helemaal. Want dat zou je los van elkaar kunnen koppelen als het sociale woningbouw is. Maar moeten we daar een sociale woningbouw hebben op het mooiste plekje van Dordt? Want u zegt zelf ook, het moet het meest opbrengen, eigenlijk. Het had meer dan dat miljoen mogen opbrengen. Ja. En of het sociale woningbouw moet blijven is voor mij ook zeer de vraag. Maar het is wel wat het nu is. Ja. Dus ik snap de onrust en ik snap de boosheid van de bewoners. Ja, nou, dat begrijp ik ook. Ik vind ook dat ze met die bewoners eerst hadden moeten praten. Ja. Maar dat zie je overal in overheidsland. Communicatie is een zwak punt. Ja, nou, dat wreekt zich, zou ik bijna zeggen. Want het maakt dat de bewoners of de kiezers of de bevolking of hoe je ze maar wil noemen... de overheid gaan wantrouwen. En dat is natuurlijk altijd een onplezierige, want je wilt een goede relatie als overheid met je burger. Dat is juist het probleem waar je tegenaan loopt. Wij als politiek willen dat ook. Hè. Wij lezen dat ook op een gegeven moment. Wij krijgen ook een brief waar het in staat. En wij hebben daar ook niks van gehoord. En de bewoners roepen dan op een gegeven moment, ja, die politiek, hè, die is onbetrouwbaar. Want kijk wat ze doen. Nu dit aan de orde is gekomen, wat moet er nu de komende tijd gaan gebeuren met al het vastgoed? Wat heeft de gemeente daarvoor rol in? Om te voorkomen dat we dit soort discussies krijgen. Goeie vraag. Het vastgoed. We hebben vastgoed wat we nodig hebben. Een stadskantoor, een gebouw voor gemeentewerken en zo. Maar we hebben een lijst gemaakt van vastgoed. Daar hebben we precies aangegeven wat we in deze stad niet meer nodig hebben. En dat gaan we verkopen. Het liefst aan Dordtenaren. En die kunnen daar dan woningen van maken. Want er moeten ook bestemmingsplannen voor aangepast worden. Want het zijn ook scholen en zo. Daar moeten we de komende tijd aan werken. Want het staat nu op heel veel leeg eigenlijk. Hè. En het wordt niet gebruikt. Of het is heel onduidelijk. Daar worden nu regels voor opgesteld. Die we de komende jaren gaan uitvoeren. Dus er wordt heel veel verkocht van het gemeentelijk vastgoed. Hoe bereidt u dit nou als politicus dan ook voor? Gaat u eerst praten met die bewoners? Of met ik heb wat stukken opgevraagd, die heb ik nog niet. En voor de commissievergadering zal ik zeker contact opnemen met de uitbaters van de cafés. Ja, nou ja, ik ben benieuwd. Ja, ik zou bijna zeggen, ik geloof dat ik maar eens naar die commissievergadering ga kijken. Oh, dat is best leuk. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe het nu allemaal, hoe de vork in de steel zit, zeg maar. Ja. Ik vind het een bijzonder verhaal. Zeker. Nou ja, het is een transactie die gedaan wordt. Laten we eerlijk zeggen, het is heel bijzonder dat wij helemaal niet wisten dat het bestond dat er een kettingbeding is. Ik heb ook gevraagd, zijn er nog meer panden in deze stad die een kettingbeding hebben? Nee. Want daardoor verdient de gemeente een geldbedrag aan. Ja. Ja. Nou ja, een gemeente die wat geld binnenhaalt met haar vastgoed is op zich niet verkeerd. Want dan kun je weer een andere bestemming aangeven binnen je begroting. Maar, Ja, dat klopt. Nou, we hebben redelijk wat verlies geleden op het vastgoed de laatste jaren. Ja. Ik zou bijna zeggen, de vastgoedcrisis is ook aan de gemeente niet voorbij gegaan. Nee, absoluut niet. Het kostte heel veel geld. Ja, helder. Ja. Oké. Heren, bedankt voor jullie inspraak. En ik ben benieuwd of hier nog iets over gaan horen. Ongetwijfeld. Daar hoor je zeker nog wat van. Dat gaan we zien. Ja. Dit was Kroegpraat voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot volgende week bij Dordtse Koppen.